mevrouw van Rinsweek. U heeft de dood recht in de ogen gezien, hè? Ik heb de dood recht in de ogen gekeken, ja. Ja, dat moet afschuwelijk geweest zijn. Dat was iets, meneer, dat kan ik u niet uitleggen. Dat gun je je ergste vijand niet. Nee. Als je zo oog in oog, onontkoombaar, in het gezicht van de dood kijkt. En de dood kijkt jou ook recht in het gezicht. Dat is iets, dat blijf je je leven bij. Dat vergeet je nooit meer. Dat is vreselijk, dat is echt... dat is het dieptepunt van wat je ook maar kan overkomen. Ja. Ja, dat is gruwelijk. U heeft dat allemaal meegemaakt? Ik heb dat aan den lijve meegemaakt, ja. Want u werkt in de bouw? Ik werk in de bouw. En wat ik dan meestal doe is het takelwerk van de grote zware objecten. Ja. En ja, ik stond dus zeg maar beneden op de begane grond. Ja. En we waren dan die balken naar boven aan het hijsen. En opeens schiet die katrol los en ik zie het zo naar beneden komen. En op dat moment, op het moment dat die balken losschieten, kijk ik zo, recht, knalhard, de dood in zijn ogen. En hij mij. Ja. Ja. Nou, was het een hij? Het was een hij, ja. Voor mij was het absoluut een hij. En dat, nou, wat er dan met je gebeurt, dat is... Dat, nou ja, ik vind daar geen woorden voor, dat is... Ja, nou, zoals ik zei, ik vind er geen woorden voor. Het is iets onbeschrijfelijk gruwelijks. Onbeschrijfelijk gruwelijks. En dan is het net, die balken kwamen, naar, dat duurt uren. Dat duurt uren. Het is alsof je uren, wat zeg ik, jaren met de dood, als het ware met de blikken aan elkaar gekoppeld, gesloten met zware sloten, niet meer wegkomt uit die blik van de dood. Geketend aan de dood. En dat duurt voor je gevoel eeuwen. Ja. Eeuwigheid duurt dat. En heeft u daarna met mensen daarover kunnen praten? Helemaal niemand. Helemaal niemand begreep wat dat voor mij heeft betekend. Dus u voelde zich ook heel erg onbegrepen. Ongelooflijk isolement en eenzaamheid waar je dan in terechtkomt. Dat is bijna net zo erg als zou ik zeggen, die symbolische periode van eeuwen. Dat je die dood in de ogen kijkt en hij jou... Wat er daarna komt, het isolement, omdat het niemand kan uitleggen. Je kunt het niemand uitleggen. Je kunt het gewoon niemand uitleggen. Niemand begrijpt het, je kunt het niet uitleggen. Dat isolement, dat is eigenlijk gewoon een doorzetting van dat gruwelijke gevoel... wat je had op het moment dat je dood recht in de ogen keek en hij jou. En dat is, ja, dat is verbijsterend. Dan ga je helemaal aan kapot. Ja. Dan ga je helemaal aan onderdoor. Ja. Het is nu 23 jaar geleden. 23 jaar geleden, ja. En nog steeds achtervolgt dat gevoel. Ja, de dood als het ware achtervolgt mij. Ik heb het gevoel alsof hij... Ik kijk hem niet in de ogen. Dat is niet meer zo. Dat is dat moment, wat dan eeuwen lijkt te duren weliswaar. Maar als dat alleen maar voor mij is... De dood heb ik niet meer in de ogen. Maar het is net alsof hij de hele tijd vlak achter me staat. Alsof de dood, als het ware, op het punt staat om me op de schouder te tikken. En dat ik me dan omdraai. En dat ik hem dan recht in zijn ogen kijk. Nou, en dat is een gevoel, meneer. Dat is gruwelijk. Dat is gruwelijk. Desalniettemin bent u nu van plan om weer aan het werk te gaan? Ja, ze zeiden destijds tegen mij, je moet eigenlijk meteen weer aan het werk gaan. Hè? Want je had natuurlijk toch een angst. En die moet je overwinnen. Je hoort het ook als zo'n glazen wassers die dan van vier hoog naar beneden kletteren. Dat ze dan meteen wel naar boven moeten. Zeiden ze tegen mij ook, heb ik niet gedaan. Ik was te veel overstuur. En dan is er toch iets wat je dan mist in je leven. Je hebt dan te veel tijd over om als het ware steeds weer terug te gaan naar dat moment waarop je de dood recht in zijn ogen kijkt. En dus denk ik nu dat het misschien beter is als ik toch weer aan het werk ga. Ja. En ja, niemand wil het. Nee, want er is vanuit het werk niet zo heel positief op gereageerd. Nee, die moest er niks van weten. Die moest er niks van weten. Nee, want dan kwam zij weer met haar verhaal over de dood. En dat is vreselijk natuurlijk, want dan blijf je in dat isolement. En dat is gruwelijk. Dat is horror, meneer. Horror. Ja. Maar ja, ik probeer het nu in het buitenland ook. Maar ze willen me nergens hebben. Het is alsof het zich als een lopend vuurtje door de hele bouwwereld heeft verspreid. Van neem haar niet, want ja. Dus ja, misschien een ander vak leren. Nou, we wensen u in elk geval heel erg veel succes. Ja. En luisteraars... Als u het herkent, kunt u natuurlijk bellen. En
Ik zou heel graag mensen ontmoeten die diezelfde ervaring natuurlijk ook hebben gehad. Hoewel het waarschijnlijk niet is uit te leggen. Nee. Waarschijnlijk is het absoluut niet uit te leggen. Dat moment dat je als het ware oog in oog geketend staat met de dood. Ja. En dat duurt eeuwen, dat moment. Eeuwen. Nou, laten we maar snel afsluiten. Dank u wel. Heel graag gedaan. Maar waarvoorheen ben jij er dan? Ja, waarvoorheen ik er ben. Ja, waarvoorheen ben jij er dan eigenlijk? Kijk, zei me altijd over mij dat ik zo'n moeilijke ben, hè? Ja. Oh, dat is een moeilijke. Ja. Maar het rare is dus. Ja. Dus als de vrouwtjes, hè? Ja. Als de vrouwtjes het precies zo doen, als ik het wil, dan heb je aan mij dus een hele makkelijke. Ja. Moet ze het precies zo doen, hè? Moet ze precies zo doen als ik het wil, en dan heb je aan mij een hele makkelijke. Dan is er geen centje pijn. Maar dan moeten ze ook wel. Dan moeten ze precies. Precies. Op de letter, op de millimeter en op de seconde. Moeten ze doen wat ik wil. Wat ik wil. Dat moeten ze doen. Snel. Vlug. Efficiënt. Moeten ze doen. Geen gemar. Geen tegenstribbel. Doen. Gewoon doen. Gewoon doen zoals ik het wil. Een centje pijn. Ben jij, hè? Ben ik een hele makkelijke. Kunnen ze uit je handje eten? Kunnen ze bij mij op de tafel schijten? Als ik dat wil, hè? Als ik dat wil en zij op de tafel schijten, kunnen ze bij mij op de tafel schijten. Maar, wat doe jij nou? Als ze nou maar voor een gedeelte doen wat jij wil. En dan op een gegeven moment zeggen, nee, dat doe ik niet meer. Of nee. Niet meer op jouw manier. Ja, ik ben geen boeman. Nee. Nee, maar stel, ze doen dan wat jij wil. Ze doen wat ik wil, daar ga ik vanuit. Hè? Ik ga uit van de mensen en dan doe wat ik wil. En jij bent dan ook een hele makkelijke. Dan ben ik een hele makkelijke. Maar nou komt er een moment, bijvoorbeeld, hè, dat ze opeens zegt, nee, maar nou wil ik het niet meer zo doen als jij het wil. Ja, wat doe jij dan? Dan ben ik een hele lastige. Dan word jij lastig. Dan word ik agressief, hè. Ja, dan komt er woede. Dan komt er heel veel woede. En dan, meestal weet ik het zo te draaien, dat ze dan toch, godverdomme, wel heel snel doen, precies doen, wat en hoe ik het wil. Als dat is de bidewera, met gezwindspoed. Ze snel een beentje kunnen dragen, dat ze godverdomme gaan doen wat ik wil. Want dan ben jij heel makkelijk. Dan ben ik een heel makkelijke man. Dan zeg ik ook altijd tegen die vrouw, okay. Doe nou gewoon zoals ik het wil, man, daar heb ik nergens last van. Dan ben ik een hele makkelijke aan mij. Oké, ik vind het heel leuk. Eigen willetje. Hebben ze een eigen willetje? Dat kan ik niet hebben. Ik vind het heel... Dat kan ik niet hebben, een eigen willetje. Dat kan ik er niet bij hebben. Ik vind het heel goed en heel duidelijk wat jij zegt. Ja. Maar ik ga nog één stapje verder. Ja. Nou hebben ze één keer hebben ze gezegd, ik wil het niet meer doen zoals jij het wilt. Dan heb jij gezorgd dat ze als de wielenweerrijders snel een beetje konden dragen, weer exact precies gingen doen wat jij wilde. Heel snel. Nee, maar ik ga dus een stapje verder nog en nou verrekken ze het nog een keer om te doen wat jij precies. Ja. Kijk dus dat? Nog een herhaalde keren, zou ik zeggen. Dan is bij mij de boot aan. Dan is bij mij de boot aan. Dat zou voor mij absoluut... De druppel zijn die de emmer doet overlopen. Ja. Dan maak ik korte metten. Dan maak ik hele korte metten. Dan zit het jou tot hier. Dan zit het mij tot hier en dan is het voorbij, dan is het vernietigd. Dan is het overleg afhandelen. Dan heb je ook geen medelijden meer. Nee, dan komen de messen en de zagen en de boren tevoorschijn en dan is het... Maar dat moet wel zijn. Dan is het snel tot een handzaam pakketje is het teruggebracht, het vrouwke. Een handzaam pakketje. Maar dan, dat vind ik zo mooi van jou. En dat is natuurlijk fijn als je kennis hebt in de vleesverwerkende industrie. Dat is wel zo makkelijk. Ik vind het zo mooi van jou dat je zo duidelijk bent. Ik ben duidelijk. Ik leg een hele duidelijke lijn neer. Aan die kant van de lijn. Hè? Aan de lijn van waar het gebeurt zoals ik het wil. Maar dan ook precies. Precies zoals ik het wil. Dan is er geen centje pijn aan de lucht. Eerlijk waar niet. Maar gaan we die grens over? Kijk. Eén keer. Corrigeren. Dan zeg ik altijd, corrigeer de vrouwtjes. Laat ze een foutje maken. Iedereen maakt een foutje. Tuurlijk, ik maak ook wel eens een foutje. Hè? Corrigeer, hè? Een straffe hand. Ja, het moet streng zijn. Kijk, en zachte heelmeesters stinken. En als ze dan nog steeds, dat is koppigheid dan. Dat is een eigen willetje, hè? Dat is een eigen willetje en dat wil ik niet.
Daar is bij mij niet bij. En dan is het, snel teruggebracht van een handzaampakketje en dan in de vleesverwerkende industrie. Maar hoe verder lijkt niks meer over te zeggen. Godverdomme, ik vind, jij bent een voorbeeld. Denk je? Ik heb er nou ook een boek over geschreven. Ja, dat hebben we hier ook in liggen. Mannen krijgen hun zin, vrouwen moeten kapot. Dat is dus de titel. Dat is het klare taal spreken in het boek. Zoals jij altijd klare taal spreekt. En ik zou zeker de mannen aanraden om dit te lezen. Dat is goed, mannen. Inderdaad. Ik ga nou naar huis, want ik moet nog een vrouwtje terugbrengen tot een handzaam pakket. Oké, ik wens je nog veel succes. Dankjewel.